Hallo allemaal, ik heb vandaag weer een filmpje voor jullie en deze keer een shoplog. Ik heb onder andere gewinkeld bij de Scapino, de Xenos, de Vibra, de Hema en de Kruidvat. Dus ben jij benieuwd naar de producten die ik heb gekocht, kijk dan vooral verder. Ik ga beginnen met de Kruidvat. Bij de Kruidvat heb ik een foundation gekocht. Dat is ook het enige make-up product in deze shoplog. Ik vind dat ik niet meer make-up mag kopen en dat ik het eerst maar eens op moet maken voordat ik nieuwe ga halen. Ik heb bij de Kruidvat de Catrice Photo Finish 18 Hour Liquid Foundation gekocht. En die koop ik in de kleur 030 Caramel Beige. Deze foundation vind ik zo ontzettend goed. En hij kost maar €5,69. Dus dat is het eerste product wat ik heb gekocht. Dan ga ik door naar de Xenos. Bij de Xenos heb ik een ontzettend leuk boekje gekocht. Ik moest van mijn moeder thee halen bij de Xenos. En ik kan het nooit laten om de hele winkel door te lopen en ook iets voor mezelf te kopen. Dus dit leuke boekje met een ster erop kocht ik bij Xenos. Dit boekje heeft een soort van filterkaft. En in dit boekje ga ik mijn ideeën opschrijven voor mijn blog. Artikelen die ik in wil plannen. Gewoon alle ideeën die in me opkomen die met mijn blog te maken hebben. Dit boekje was ook te koop in de kleur roze. En je kan dan kiezen uit een ster of uit een hartje. Dit boekje kostte maar €1, dacht ik. En er zitten best wel veel pagina's in. Dus dit boekje is bij Xenos vandaan en die kost maar €1. Ik had echt een agenda nodig. Ik ben normaal iemand die alles in mijn telefoon opslaat in de agenda. En dan ondertussen ook nog alles vergeet. De agenda's die nu te koop zijn, zijn alleen nog maar vanaf 2015. Nou ja, hij begint op 8 december volgens mij. En deze agenda kocht ik bij de Hema. En hij kost €7,95. Je kan in de voorkant een foto van jezelf plaatsen. Er zit een boekenlegger in. Dat vind ik ook heel erg handig. En even kijken hoor. De dagen zijn best wel groot aangegeven. Dus je hebt genoeg ruimte om op te schrijven wat je allemaal moet doen. Dus ik ben van plan om deze heel erg vaak te gaan gebruiken en bij me te dragen. Zodat ik niet meer alles op mijn telefoon opsla en ondertussen de helft vergeet. Dus deze kost €7,95 en die stik ik ook bij de Hema. Bij de Hema heb ik ook deze deskplanner gekocht. Ik had al eentje in het roze en in het grijs, maar die begint aardig vol te raken. Dus ik vind het wel handig om eentje achter de hand te hebben. Dus deze deskplanner kan je alles opschrijven wat je moet doen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Hier schrijf ik alles op wat met mijn blog te maken heeft. Dus artikelen die ik op maandag ingepland heb, schrijf ik hier op. Zo heb ik een beetje een overzicht, dan kan ik makkelijk vooruit plannen. Een deskplanner is echt onmisbaar voor mij, want dit is gewoon zo handig voor je blog. Ik heb alles op orde staan. Ik weet precies welk artikel wanneer online komt. Dus dit is echt een topproduct. Deze is te koop voor €3,95 volgens mij. En hij is te koop bij de Hema. Deze vier boekjes heb ik gekocht bij de Vibra. Ze kosten €0,50 per stuk. Ik heb er een tijdje geleden ook een review over online gezet op mijn blog. Met deze boekjes kan je dingen inplannen. Wat je allemaal moet doen op een dag. Dus de dag kan je hier neerzetten. De datum erbij. Er zit ook een vakje bij waar je belangrijke dingen op kan schrijven, zodat je die niet vergeet. Dat zit apart van de planning. En deze boekjes zijn €0,50 en ze zijn te koop bij de Vibra. Oh, wat ik ook nog gekocht heb bij de Kruid, was deze haarklem. Ik had al een haarklem bij de Action gekocht, die kostte maar €1 ongeveer, maar die heeft het ook maar 2 weken volgehouden. Dus ik koop geen haarklemmen meer bij de Action, omdat ze gewoon binnen een paar weken al kapot zijn. Deze kocht ik voor €1,50, dacht ik, bij de Kruidvat. En deze lijkt wel heel erg stevig. Dus ik hoop dat hij mijn haar gaat houden en het langer dan een maand volhoudt met mij. Dan ben ik ook nog naar de Scapino toe geweest. Daar heb ik 2 paar schoenen gekocht. Ik was niet van plan om 2 paar schoenen te kopen, want ik had 1 paar leuke laarsjes gekocht. En ik kwam thuis en ik zag dat de naden helemaal los zaten. Dus ik boos en weer terugfietsen naar de Scapino. En ik mocht dus nieuwe schoenen uitzoeken voor de prijs van die schoenen die ik daarvoor had gekocht. Maar ik zag daarna in 1 keer 2 paar leuke schoenen. Dus ik heb 2 paar leuke schoenen meegenomen en ben ook nog eens €20 duurder uit. Dus voor de Scapino is het eigenlijk alleen maar goed dat ik meer heb gekocht. Maar voor mij is het niet zo goed. Maar ik ben toch wel blij met de laarzen die ik gekocht heb. Ik heb deze leuke laarsjes gekocht. Dit zijn suede laarsjes met een hak van ongeveer 6 centimeter. Deze vind ik echt ontzettend leuk en ik had ze aan en ze zaten gelijk heerlijk. Deze laarsjes kosten nu maar €30. Ze zijn ook verkrijgbaar in het zwart. Ze zitten echt ontzettend lekker. Dus deze ga ik heel veel dragen deze herfst en in de winter. Als het niet te glad wordt, want er zit niet zoveel patroon onder de schoenen. Dus deze schoenen heb ik gekocht. Deze waren nu maar €30 en normaal kosten ze €50. Dan heb ik nog een paar laarsjes gekocht bij Scapino. Deze keer wel zwarte laarsjes. Het zijn geen suede of leren laarzen. Ze waren nu ook maar €20. Het zijn deze zwarte laarsjes met studs erop. Deze laarsjes hebben dus zilveren studs en een zilveren rits. De hak is ongeveer 2 centimeter hoog. Je hoort de hak ook niet klikken. Dat vind ik best wel fijn, want ik hou er niet van als je echt steeds
hoort als je loopt. Dus deze hakken hoor je bijna niet, omdat er een dik laag rubber onder zit. Deze schoenen lopen ook heel erg lekker en waren nu maar 20 euro bij de Scafino. Nou, dit waren de producten die ik heb gekocht. Ik ben van plan om deze maand niet meer spullen te kopen en om gewoon te gaan sparen. Dus volgende maand komt er waarschijnlijk wel weer een shoplog online. En ik ben van plan om dan leuke kleren te kopen voor in de winter. Leuke sjaals, handschoenen, noem maar op. Dus allemaal winterspullen. Ik ben benieuwd wat jullie van deze video vonden. Als jullie hem leuk vonden, doe dan de duimpjes omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Het is gratis en je blijft op de hoogte van al mijn video's die online komen. Ik ben van plan om iedere week een video online te zetten. Ik weet nog niet precies welke onderwerpen dit gaan worden, maar dat zie je dan wel als de video online staat. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei!